Vandaag heb ik weer een how-to voor jullie, alleen dan van mijn haar. Ja, zoals je ziet, ik kan pas helaas 11 april bij Jasper terecht. Het duurt een beetje lang en die man heeft het zo druk. En ik heb echt een berg uitgroei van hier tot Tokio en ik irriteer me de dood aan. Maar vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik altijd mijn befaamde kuif maak. Toen ik wat korter haar had, zag je altijd dat ik dat best wel vaak droeg. En dat vond ik altijd heel leuk. En nu ik langer haar krijg, wordt het wel weer wat lastiger. Maar het is nu ook op zo'n lengte, ik kan er eigenlijk geen bal mee. Het moet echt groeien en ik word echt helemaal gek van. Dus, ik ga vandaag laten zien hoe ik dat altijd doe. Ik hoop dat het lukt, want mijn haar is nu langer. Maar ik ga het toch proberen. Ik heb hier een borstel, een van Willemijn. Hij is van Zenner. En ik heb van André Lon, verrassend volume. De Haarlak Lift Up Hairspray. En ik heb echt een, heel erg veel haarspeldjes hier liggen. Het gaat er eigenlijk vooral om dat je gewoon, je moet echt een end weg toeperen. En eerst, ik heb mijn haar eigenlijk al gekant. En mijn scheiding zit altijd hier. Dus ik moet er eigenlijk voor zorgen dat ik eigenlijk zo min mogelijk scheidingslijn heb. En dat is wel eens lastig. Oh, wat is mijn haar donker, hè, van zichzelf. Zeker tegen dat blonde haar. Man. Dus meestal kam ik het altijd een beetje zo. En ik ben altijd heel rommelig met dit soort kapsels. Dus ik pak gewoon een pluk. Kijk, zie, het valt weer gelijk die kant op. Ik wil gewoon even een middenscheiding. Pak je een pluk van de voorkant. En die ga je dus toeperen. En dan begin je hierboven. En dan werk je zo naar beneden. En dat doe ik eigenlijk een beetje zo her en der ga ik gewoon toeperen. Dus gewoon, je houdt je haar vast. Met je borstel maak je korte, krachtige bewegingen naar onderen. Kijk, nu gaat het al een beetje meer omhoog staan. En elke keer pak ik wat meer plukken erbij. En die toepeer ik erbij. En vergeet ook niet de achterkant van zo'n pluk te toeperen. Dat is ook best wel belangrijk. Als je alleen de voorkant toepeert, gaat die sneller hangen. Dus zo. En ook even de achterkant. Ik krijg bijna mijn haar er gewoon niet uit. Dit doe ik ook even een beetje aan deze kant. Waar mijn scheiding juist zit. En het is niet echt geweldig goed voor je haar toeperen, zoals je weet. Net als bleken trouwens. Dus ik ben echt het meest slechte voorbeeld wat je kan hebben. Het is niet echt goed voor je haar. Maar ja, soms als mijn haar gewoon echt niet zit zoals vandaag. En ik heb uitgroeien, dan moet je er gewoon wat mee. Kijk, nu staat het wel redelijk omhoog. Dus ik pak dan de haarspray. En dat kachel ik gewoon lekker er doorheen. Gewoon hoppa. Lekker wild. Zo. En dan heb ik nog een elastiekje om mijn pols. Ik ga alvast een deel naar achteren kammen. Aan de zijkanten. En wat mijn haar aan het groeien is, heb ik ook allemaal van die kleine haartjes. Ik doe het heel even een elastiekje. Zo. En dan gaan we gewoon nog een keer. Ja, mensen, over de haarlak heen. Dat is echt niet goed. Ik weet het. Nou, vervolgens pak ik het eigenlijk gewoon een beetje aan de achterkant vast. De voorkant is nu al wat wilder dan normaal. Je kunt hem eigenlijk zo hoog maken als je zelf wil. Soms doe ik hem wat lager. Kijk, hoe meer ik hem naar achteren trek, hoe minder het wordt. En hoe meer ik hem naar voren schuif, voor mijn hoofd, hoe groter die kuif eigenlijk wordt. En dan heb ik hier heel veel haarspeldjes. Die steek je aan de achterkant eigenlijk in je haar. Eigenlijk kun je met een kuif gewoon twee kanten op. Het kan ook best wel chic staan namelijk, als je het een beetje mooi in model hebt. Mijn haar is nu eigenlijk pas gewassen, dus eerlijk gezegd wordt het wat minder ruig. Als ik wat vetter haar heb, dan krijg ik echt een beetje meer zo'n ruigere kuif. Nu is het echt een beetje meer... het is nu gewoon net wat anders. Zo, dan heb ik deze twee vastgezet. Toepeer ik lekker de rest van het geval. En de achterkant mag gewoon eigenlijk allemaal een beetje een
een rommeltje worden. Doe het gewoon echt lekker wild, alsof je echt een hele ruige stapnacht gehad hebt. En zeker als je net als ik heel fijn haar hebt, heb je dat echt wel nodig. Want bij mij blijft er anders echt totaal geen haarspeld in zitten. Ik trek het ook niet helemaal strak, maar ik pak het een beetje luchtig beet. En her en der ga ik aan de achterkant gewoon haarspelden inzetten. Zo, ik pak het eigenlijk gewoon vast. Het is eigenlijk heel simpel. En ik zet het gewoon vast achter op mijn hoofd. En door de haarlak is het gewoon al heel erg stug geworden. Dus zelfs met mijn fijne haar blijft het gewoon zitten. Nou, zorg dus eigenlijk gewoon dat je het allemaal wegsteekt. Nu vind ik mijn uitgroei trouwens best nog wel grappig staan. Omdat je toch een beetje beeldhaar hebt, maar ik irriteer me er echt dood aan. Zo. Nou, als je een beetje zoiets hebt van jongens, ik heb het nu wel genoeg weggestoken. Vaak pak ik dan nog met mijn hand mijn kuif een beetje. Dan trek ik hem toch nog een beetje meer naar links. Die spuit gewoon lekker nog een keer in. En ik ga dat een beetje met mijn handen zo, alsof ik jeuk op mijn hoofdhuid heb. Zo. Nou, ik weet eigenlijk nu niet zo goed hoe het aan de achterkant zit. Dat komt omdat ik het voor de camera doe. Dus meestal pak ik nog even een spiegeltje erbij en dan kijk ik even zo via een andere spiegel hoe het precies zit. En dan pas ik het nog aan en denk ik, nou hier kan nog een haarspeld extra. Ik heb dus gewoon totaal geen idee hoe het aan de achterkant uitziet. Ik ga het jullie gewoon laten zien. Dan weten jullie tenminste hoe het eruit ziet. Ik wil het ook graag zien, jongens. Nou, dit is een beetje de achterkant dus. En ik ga zo meteen gewoon nog even kijken hoe die haarspelden aan de achterkant zitten. En dan pas ik het aan. Dan doe ik er gewoon meer bij of ik laat het zo. Nou, dit is het. Eigenlijk heel erg simpel. Het enige wat je gewoon moet doen, en het klinkt misschien heel ruig, is echt een beetje je haar verkrachten. Klinkt heel naar, maar als je een beetje een wild kapsel wil, is het gewoon veel touperen, veel haarlak en schuifspeldjes. En dan kom je er wel. Ik hoop dat je me een keer namaakt. Laat even achter of jij ook wel eens gewoon een beetje zo'n ruige kuif in je haar maakt zoals ik. En ik zie je bij de volgende haartutorial. Doei!